Dissimulatie voor de HAVO. In welk weefsel zitten meer mitochondriën? In spier- of in kraakbeenweefsel? Nou, straks het antwoord. Aerobe dissimulatie van glucose. De energie die nodig is voor levensprocessen, die wordt geleverd natuurlijk door dissimulatie van brandstoffen. En een belangrijke brandstof in de cellen is dus glucose. En de verbranding, de reactievergelijking, is eigenlijk C6H12O6, glucose, plus 6 zuurstof, levert 6 CO2 en 6 H2O en 30 ATP. En voor de oplettende kijker zie je dat dit het omgekeerde is van fotosynthese. Ja ja, het levert dus energie op, ATP, fotosynthese kost energie. En er ontstaat CO2 en water, dat is precies wat voor fotosynthese nodig was. Het is omgekeerde fotosynthese. Er is dus brandstof nodig, suiker, en er is zuurstof nodig. 1 mol glucose, dat is ongeveer 180 gram, dat levert ongeveer 2780 kilojoule op. Nou, dat is een heleboel energie. Dat gebeurt natuurlijk niet met deze hitte, dat gaat allemaal met enzymen en heel stapsgewijs. En er wordt dus heel veel energie uit die glucose gepeuterd. En dissimulatie met zuurstof, dat heet ook wel verbranden, want het is natuurlijk eigenlijk gewoon een dissimulatieproces. Nou, dat gebeurt allemaal in de mitochondrium en wel in de matrix. En als je gaat kijken naar bijvoorbeeld planten of die dan ook verbranding hebben, nou hier zo heb je bijvoorbeeld kiemen der erwten en kalkwater. En kalkwater toont natuurlijk CO2 aan, oftewel daarmee toon je verbranding eigenlijk aan. Hier zie je een of ander stofje dat alle CO2 uit de lucht haalt. Dus de lucht die hier binnenkomt, even alle CO2 eruit, zodat je zeker weet dat, en dat moet je even checken, als dit niet troebel wordt, nee, het blijft helder. Dus er zit geen CO2 in de lucht die aangevoerd wordt. Dus die lucht die hierin komt is CO2 vrij. Die erwten die gaan we een beetje water geven en dan gaan we even kijken wat er gebeurt. En verrek joh, we zien dat hier zo in 4 het kalkwater troebel wordt. Aha, dan hebben dus de erwten dat veroorzaakt, want de lucht die erin kwam was schoon. CO2 is dus ook bij planten ontstaan. En dus planten hebben dus ook verbranding. En natuurlijk met name kiemen de erwten, want die zitten zelfs onder de grond. Kiemen ze, en daar is helemaal geen licht. Dus onder de grond heb je sowieso al geen fotosynthese. En ze hebben ook geen blaadjes trouwens. Dus hoe dan ook, op deze manier even kennis maken met dus een trucje, kalkwater. En daarmee toon je dus CO2 aan. Een indicator heet dat ook wel. Kiemen de erwten hebben dus ook verbranding. Nou, hoe zit het nou? Als jij een sprintje gaat trekken, dan kan er nooit op tijd zuurstof komen in die spieren. Je snapt, in die 100 meter sprint van Daphne Dekkers, die kan ze ook zonder ademen, bewijs van spreken. In ieder geval kom je een heel eind. Er is namelijk ook zoiets als anaerobe dissimulatie van glucose. Als er wel ATP nodig is, je moet rennen, maar er nog geen zuurstof is op die plek of nog geen zuurstof aanwezig is. Anaeroop kan je ook verbranden. Kan alleen natuurlijk wel als er genoeg brandstof is. Nou, wat is nou de truc? Ik zie hier wijn, gisten, hier is ook brood. Dat is zeg maar alcoholgisting. En we hebben ook hier verzuring. En hier verzuring van een mens. Dus we hebben ook nog het maken van zuren. En daar komen we eventjes op. Anaerobe dissimulatie. Omdat er geen zuurstof is, kan er geen volledige verbranding plaatsvinden. Dus er blijft iets over. En dat zijn energierijke moleculen. Er blijven dus energierijke moleculen over. Ethanol, alcoholgisting en de vorming van melkzuur. En dat gebeurt dus bij dieren en mensen ook. Melkzuur. Het levert dus wel veel minder ATP op, ja, omdat die energierijke moleculen dus overblijven. En hier zie je zo, alcoholgisting kun je in je binasje gewoon vinden hoor. Maar hoe dan ook, je hebt dus glucose nodig en er ontstaat ethanol, maar ook een heel klein beetje energie. Niet zoveel, maar er is immers genoeg glucose aanwezig. De meeste mensen eten wel genoeg. Er is alleen even geen zuurstof, maar door ethanol te maken, hè, en trouwens, mensen kunnen dit niet, ja, er zijn
een enkeling die dit wel kan. Ik weet niet of je dan een geluksvogeltje bent of een enorme pechvogel. Als je moet blazen is het een probleem. Maar hoe dan ook, in ieder geval er ontstaat een klein beetje ATP. En die is bruikbaar om bijvoorbeeld die prestatie te regelen. Wat mensen hebben is juist melkzuurgisting. Hier zo zie je dus wel glucose en er ontstaat zoiets als, dus 2 maal C3, dus een soort glucose wordt gehalveerd. Dat levert energie op, maar er blijft dus melkzuur over, maar de energie die het oplevert is een heel klein beetje ATP. Een klein beetje. Nou, dat is hartstikke mooi, maar je krijgt er wel spierpijn van, want dat melkzuur dat hoopt zich natuurlijk op in de spieren. En er wordt natuurlijk ook ATP omgezet in ADP, want je verbruikt die energie om te rennen bijvoorbeeld. En dan ontstaat dus ook nog eens een beetje fosforzuur. Nou, lekker ellendig. Maar later wordt dit melkzuur gewoon weer, kost natuurlijk ook weer ATP, maar dat maakt niet uit, er is genoeg energie, wordt weer tot glucose teruggevormd in de lever. Dus die spierpijn verdwijnt, puur omdat het gewoon weer afgevoerd wordt. Nou, als er geen glucose is om te verbranden, hebben we ook nog andere stoffen die we kunnen verbranden. Koolhydraten, andere koolhydraten, eiwitten en vetten kunnen allemaal gedissimuleerd worden. Niet zo moeilijk. Koolhydraten natuurlijk, polysaccharide en disaccharide, denk aan zetmeel, maar ook disaccharide, moeten natuurlijk eerst omgezet worden in monosaccharide. Dat is stap 1 en die kun je zo bij wijze van spreken in de mitochondriën donderen. Dissimulatie van eiwitten is wat ingewikkelder. Eiwitten die worden namelijk eerst weer gesplitst in aminozuren. Dit zijn echt stadsbussen van moleculen, die eiwitten. Dat zijn echt enorme bouwwerken. Dus eerst splitsen in aminozuren. Vervolgens wordt de aminogroep eraf gesloopt. Die met die NH, weet je, groep. Die wordt eraf gesplitst en daar ontstaat hier NH3. Dat is een niet zo fijn goedje. Een beetje vervelend goedje. Ammoniak, weet je wel. Soms ontstaat zelfs een beetje zwavel, eigenlijk een beetje giftig. Maar goed, daar heeft het lichaam weer een trucje voor. Die NH3 die wordt weer omgezet bij onze dieren in bijvoorbeeld ureum of urinezuren. En dat is allemaal wat minder schadelijk, kun je ook uitscheiden. De koolstofketen kan worden omgezet in andere stoffen die in de mitochondriën weer worden verbrand. Dus die ketens die er dan zijn van die aminozuren, die restgroepen zeg maar, daar kun je gewoon allerlei C'tjes van afknabbelen die je zo huppetee in de mitochondriën kunt donderen. Gaan wij niet verder op in, bij het VWO wel, hoe dat precies gaat. De dissimulatie van vetten hebben we ook nog, die levert trouwens heel veel energie op. Die worden eerst gesplitst in glycerol. Hier heb je glycerol, dat is een soort halve glucose zeg maar. Weet je, C6H12O6, maar dit is C3. En dat kan huppetee zo de mitochondriën in. Hoe dan ook, deze vetzuren, dat is een ander verhaal, hele lange staarten en daar worden als het ware elke keer die C'tjes als het ware zo vanaf geknibbeld en dan kan het als het ware ook de mitochondriën in. Lange vetzuren, ook in stukjes geknipt en hup de verbrandingsoven. Hier zie je even een overzicht. Eiwitten kun je dus verbranden, eerst tot aminozuren omzetten, de NH3 groep of de NH2 groep eigenlijk afsplitsen onder afsplitsing van ammoniak dus. En dan huppatee de zooi de mitochondriën in. Koolhydraten even knippen in monosaccharide en dan hup de mitochondriën in. Net als glucose gewoon ook eigenlijk. En de vetten, glycerol, dat is een soort halve glucose, kan zo huppatee de mitochondriën in. En de vetzuren moet nog even ook bewerken. En dan kunnen al die stukjes ook zo huppatee de mitochondriën in. Nou, omdat vet zo'n mega molecuul is en heel veel haartjes bevat en dergelijke, heeft vet... is echt een grote winnaar, levert het meeste energie op. En koolhydraten, ongeveer de helft. En eiwitten zit er een beetje tussenin. Maar bij eiwitten moet je altijd weer een beetje oppassen vanwege die ammoniak. Dus niet altijd de gezondste keuze. Zeker niet bij nierproblemen. Maar hoe dan ook, je kunt het in ieder geval wel allemaal verbranden. Nou, nog even terugkomen op de vraag, in welk weefsel zitten meer mitochondriën? Nou, dan heb je natuurlijk de eerste vraag, waar heb je de meeste energie nodig? In kraakbeen is trouwens been, daar had ik misschien even een beenweefsel van moeten maken. Maar hoe dan ook, of in een spierweefsel, de meeste energie heb je natuurlijk nodig in de spier. En daarom is de spierweefsel natuurlijk ook voorzien van de meeste mitochondriën. Tot zover.